Vandaag staat met Milaan-San Remo het eerste monument van het seizoen op het programma. En ik blik met heel veel plezier voor u vooruit. Welkom bij Koersfabriek! En laten we beginnen met het parcours van Milaan-San Remo eventjes te bekijken. Met zijn 300 kilometer is dit de langste klassieker van het hedendaagse wielrennen. Na de start in Milaan rijden de renners richting de Lugurische kust, maar zij doen dat niet zoals ze dat normaal doen. Normaal gezien rijden ze over de Torcino, maar daar is een wegverzakking. Dus moeten ze uitwijken naar de Colle di Giovo. Maar iets meer dan 100 kilometer wordt wel nog langs de Ligurische kust gereden, natuurlijk te beginnen met de 3 capi. En dan komen we naar het legendarische duo Cipressa, gevolgd door de Poggio. De Poggio is eigenlijk niet zo stijl, 3,7 kilometer aan 3,7 procent. Maar daarvoor heb je al 290 kilometer in de benen. Gebeurt het op de Poggio of gaat het toch wachten zijn op een sprint in de straten van Sanremo op de Via Roma? Waar het altijd een snelle spurt is, omdat we natuurlijk die afdaling hebben enerzijds van de Poggio, Maar het blijft eigenlijk dalen, zelfs als de afdaling gedaan is, maar in mindere... Mate. Ja, en ik ga onmiddellijk door. Wie kan het zegengebaar maken daar op de Via Roma? Wel, dat zal waarschijnlijk iemand van de grote drie zijn. Die zijn overal waar ze starten de topfavoriet. Ik spreek dan eigenlijk over Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julien Alaphilippe. Maar ik denk dat Wout van Aert toch eerder het voordeel heeft, omdat hij al gewonnen heeft vorig jaar. En ook omdat hij een heel sterke sprint heeft. En het is een heel snelle sprint, terwijl Mathieu van der Poel het vooral moet hebben van een trage sprint. En dan gaan we ook nog eventjes naar de andere favorieten kijken. Ja, dat zijn natuurlijk de sprinters. Ik spreek dan over een Sam Bennett, een Caleb Ewan, een Arnaud Demare, een Elia Viviani. Maar ook een Alexander Christophe en Michael Matthews, die vorig jaar derde werd en over vorig jaar gesproken. Ja, vorig jaar was het een hoogdag voor België daar in augustus in de hitte. Maar we beginnen eerst eventjes met de vroege vlucht. Ja, daar zaten natuurlijk de typische Italiaanse teams in met Bardiani, met Nipo Vinifantini enzovoort enzovoort. Maar zij werden ingelopen en wij komen erin met Beelden op de Poggio en daar zien we dat er een aanval komt van Julien Alaphilippe, Wout van Aert volgt en zij halen mee de Gent in, die in de eerste kilometers had gedemarreerd. Wout van Aert kon in eerste instantie volgen, maar moest dan uiteindelijk wel nog lossen. Hij kwam in de afdaling van de Poggio wel nog aansluiten. Hier zitten we in de straten van Sanremo, Van der Poel, leidt het peloton. En dan gaan we naar een sprint. Van Aert begint op kop en dan komt, probeert Alaphilippe er over te komen. En hij lijkt daarin te lukken, maar het is Wout van Aert die dan op de trappers begint te lopen. En zijn wiel voordat van Alaphilippe stikt. En Michael Matthews werd derde op twee seconden. Ziezo, dit was dan de voorbeschouwing op Milan Sanremo. rest mij alleen nog maar te zeggen waar u de wedstrijd kan volgen. Dat kan op twee kanalen, op Eurosport vanaf kwart voor één en vanaf half twee ongeveer op VTM. Ik hoop dat u genoten hebt van deze voorbeschouwing. Als dat zo is, abonneer u dan zeker op dit kanaal en like deze video. En hopelijk tot later.